uitspraken van minister Riyad Noor Mohammed zorgen al een paar dagen voor commotie. Journalist Richelle Maknak sprak met hem. Maar die bermen die je ziet in de staat bij woonhuizen, volgend jaar wil ik dat niet meer doen. De burgers gaan, die wet bestaat er trouwens, maar burgers zijn verantwoordelijk voor onderhoud van hun berm. Toch, dus dat gaat komen. Maar erger is, toch, dus die berm van die Keri gaan we volgend jaar maaien. Gaat nu niet maaien, volgend jaar. Laten we even, want er is een schuld van, je weet zelf, 700 miljard. Dus ik heb geen geld, laat die berm rustig zo. Toch, er komt regentijd, je ziet, ik heb geen kanaal opgegraven, laat het zo. Toch, dan leren we een les wat het betekent om in schulden te gaan. Toch, laten we even voelen wat het betekent, want dit volk voelt niet. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft intussen op zijn Facebookpagina zijn verontschuldigingen aangeboden over deze uitspraken. In een interview met onze nieuwsdienst zegt de bewindsman dat zijn woorden uit hun context zijn gehaald. Tweede ding is, we zitten in een grote financiële crisis. Ik heb geen keus om mensen te vragen, doe een stuk van je berm zelf. Omdat die crisis niet door ons veroorzaakt is. Is door de vorige regering veroorzaakt. Dus ik moet iedereen vragen, en waar niet gedaan kan worden, daar willen we op onszelf nemen. Maar we moeten bewust zijn dat een financiële crisis, waarvan wij nu de dupe van worden, of wij nu de dupe van worden, het lijkt bijna opzettelijk, maar goed, dat is punt 2. Maakt mij kwaad. Ik ben ook deel van het volk. Men moet niet denken dat ik de vinger wijs naar iemand. Ik ben ook het volk. Ik leid ook. Ik heb daarvoor gestreden 25 mei. Heb ik gestreden. Voor deze strijd, toch? Maar dat is de context waarin ik het heb gezegd. En misschien heb ik die context niet uitgelegd, dat er een financiële crisis is, dat we nul SRD hebben en dat we daarom heel veel projecten niet kunnen uitvoeren. Toch? U ziet dat ik ook niet met ontwatering kan beginnen. Het gras zit hoog, maar deze context heb ik waarschijnlijk niet uitgelegd dat de middelen bij OE op nul zijn. Die zijn zwart-wit geprojecteerd. Gaat u kijken in het parlement wat de begroting 2020 nul SRD. Ammoni no de. Het is verdwenen, het is verdamd. Noor Mohammed is sinds juli 2020 bezig met het schoonmaken van bermen. Dat doet hij middels een tractor van het ministerie die voor een lange periode zonder toestemming op Apura was. Deze tractor is teruggebracht naar de stad en hersteld. Maar als er mensen zijn die mijn boodschap opzettelijk verkeerd brengen, dat is het niet waar. Het is een leugen. Het is misleiding. Toch? Ik ga je wat zeggen. 25 mei, toen deze berichten kwamen. 24 mei, 20 mei. Toen men zag meneer Noor Mohammed met fake profielen. Is niemand van me opgekomen. Toch? Dit is een politieke set. Misa Basani. Toch? Maar de burger kent deze minister. En ik leg verantwoording aan de burger. Toch? Niet aan mensen die rioolpolitiek willen voeren. Toch? Dat is niet voor deze minister. Ik ben oprecht bezig. Mensen hebben gezien dat vanaf juli maai ik gras. Toch? Dus ik lieg niet. Toch? Ik reken met het volk. Ik behoor ook tot het volk. We hebben gepinaard, toch? We maken dat nog mee. En terecht mag ik een beetje kwaad worden. Toch? Maar misschien zijn mijn woorden niet goed uitgelegd in de context van die grote begrotingsgat, financieel tekort, waardoor ik inderdaad een beroep doe op iedereen. Help een handje mee met de infrastructuur, want OE normaal doet alles aan niet. Ik heb vorige week ook een contract ondertekend met iemand die de hele weg zelf gaat onderhouden. Toch? Dat beroep doe ik op de samenleving. En wanneer het goed gaat, gaat OE alles weer overnemen. Dat is het beleid van deze minister landelijk.